Lied, jij bent Nederlands beste loper op de 10 kilometer. Ik ga in Amsterdam hier de Brooks 10K Champions Run lopen. Heb je nog tips voor mij? Tuurlijk heb ik tips voor je. Ik loop bij de EK de halve marathon op hetzelfde parcours. Zullen we het parcours gaan verkennen? Goed plan. Ja, 6 kilometer is een van de moeilijkste punten van 10 kilometer. Als je energie goed verdeelt, kan je nog de laatste 4 kilometer nog winst pakken. Oké, dat gaan we doen. Oké, gaan we. We zitten nu op 9 kilometer. Ik begin het al wel te voelen. Nog 1 kilometer, heb je nog tips voor me? Ja, tuurlijk, ik heb zeker tips. Uit mijn ervaring, als ik de laatste kilometer loop, dan geniet ik van, gewoon van de sfeer aan al die mensen aan de kant. Dan doet eigenlijk bij mij niks meer pijn. Niks meer pijn, dus dan ga je er gewoon voor. Dan ga je gewoon helemaal voluit. Ja, dan ga je gewoon voluit, ja. Oké, dat gaan we doen. Hey, Khalid, de laatste paar meters. En je weet dat ik sterk ben in uitspraak. Oh, wacht. Heel erg gefeliciteerd. Ja, dank je. En wat vond je van het parcours? Ja, het parcours is fantastisch, hè. Het was door Amsterdam echt heerlijk. Ja. En straks, als het helemaal afgezet is en met al het publiek, dat wordt echt heel erg mooi. Ja. Ik doe de halve bij de EK. Dan moet ik een rondje. Ja, inderdaad. Succes!